Nou, lieve mensen, we waren eigenlijk van plan om naar de Milen te gaan in Zoetermeer. Maar toen we eenmaal daar langs reden, zagen we dat er wat tentjes afgewaaid, weggewaaid was. En ze waren weer bezig met het opzetten. En toen dacht ik van, nou, weet je, we zijn toch zover. En Gilbert die had echt honger. Laten we eventjes een food review doen, dan maar doen. Want we waren toch van plan om een food review te doen. En dan bij Midnight Roti Shop. Dus nu zitten we in Ypenburg. Ypenburg, ja, Midnight Roti Shop Ypenburg. En ik heb een roti lamsvlees besteld. En Gilbert, wat heb jij besteld? Roti kip. Met extra sambal. Nou, ik ook. En een Fernandez cream punch. Ik had eigenlijk een rode Fernandez besteld, maar helaas geen rood. Ze hebben wel een cola, maar een cola. Dus we gaan kijken hoe wat het is. En hoe het smaakt. Ik heb heel veel gehoord over Midnight Roti Shop. Dus ik heb echt heel veel gehoord. Heel veel goede reviews van mensen, dus vandaar. Ja. Nou, ben benieuwd. Ik ook. We gaan voor een roti schotel. En wat wil jij, Gilbert? Even kijken. Gilbert gaat op voor een roti schotel. Ik ben benieuwd wat hij gaat nemen. Nou, ik ga gewoon voor de traditionele. Weet je zeker? Ja. Oh, cool. Wil je nog wat extra bij? Extra kipje sambal? Of extra roti, extra kip? Uh-huh. Ja, sambal. Ja. Nog wat drinken? Green punch. Oké, nou. Ik heb al wat gezien. Ik ga voor de roti lamsvlees. Volgende. Traditioneel. En wat ga ik nog meer? Nou. Extra kip sambal. Is altijd lekker. En ik ga voor de rode Fernandez. Oké. Okay. Hier opeten. Uh-huh. Oké. Okay. Dan hou ik het. Ja, is volgens. Dan is het een keer. Nou, zo met het bestek. Ja, oké. Okay. Wil je nog sambal erbij hebben? Ja, graag. Ja. Nou, mensen, moet je kijken. Ik moet zeggen. Wauw. Nou, Gilbert. Zeker. Drie stukken kip. Kousenband. Ja, toch? En aardappelen. En ik heb zelf genomen lams. En dan roti, lams. En kousenband en aardappelen. Zet toch kousenband, neem ik aan? Ja toch? Oké, okay, super, dankjewel. Tuurlijk. Kijk maar. Nou, het ziet er echt lekker uit. Het werkt ook lekker, dus... Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Het is makkelijk. Nou, het is makkelijk, ja. En roti eet met je? Hallo. Met je handen. Met je handen natuurlijk. Met je handen, ja. Dat is de bedoeling, toch? Er zit geen erwten in, denk ik. Nee. Nee? Nee. En dat merk je dan ook. Hij heeft geen dubbele laag. Hij heeft wel een dubbele laag. Hij heeft een heel dun laagje, ja. Ja. En wat zit erin dan? Niks. Jawel, er moet wel, heel dun moet er wel wat in zitten, denk ik. Geen bezem. Nee, maar misschien is het wel aardappel. Aardappel, ja. Om het, dat deed mijn moeder altijd. Nou, even een stukje lams proeven. Ik mis toch een beetje peper. Kip Kenny masala is niet zo heel heet.
like. Gilbert. Weet zeker. Jongen, je gaat zo meteen zweten, let maar op. En dan pak ik een stukje roti. Smeer ik. En een beetje van de peper. Nou, ik vind het helemaal niet slecht. Nee. Het is best wel goed. Zeker. Ja. Voorkeur roti met pesi. Mm-hmm. Maar deze is wel lekker te doen. Ja. De lamp zit ook echt goed te gaan. Mm-hmm. Dus, ja. Oh, we moeten oppassen voor copyright, hè? Ja. Ja, jij zet altijd je eigen muziek eronder, toch? Ja. Even een klein recap. Eet het gewoon lekker. Dat is gewoon goed te zeggen. Het aardappel is gewoon goed. Ja, geen harde stukjes erin. Gewoon zoals het eigenlijk hoort. En de kousenband is gewoon gestoomd. En gewoon lekker knapperig. Aardappel is, de kousenband is apart gekookt, aardappel is apart gekookt en het kip of het vlees, hè, lam is ook apart gekookt. Het is dus niet één pot gerecht. Het is eigenlijk gewoon, gewoon met liefde gewerkt. Het eten is over het algemeen heel erg goed, ja. Alleen één ding dan, dat moet ik wel even vermelden. Het roti was wel een beetje, ik vond het zelf dan, dat is mijn eigen persoonlijke mening, roti was eigenlijk net iets te dun. Het iets meer, iets, als de vulling iets meer zou zijn, dan zou het echt een super gerecht zijn. En wat vind jij, Gilbert? Ik vond de roti lekker groot. Ja. En goed gevuld. Uh-huh. De kip is ook heerlijk. Uh-huh. En boontjes, heel mooi groen nog, dus ja. Niet door. Uh-huh. Alleen mis een beetje inderdaad wat je zegt. Dat de roti wat dunner is en er zit geen peesje tussen. Geen peesje tussen, ja. Ja, ja. Verder heerlijk. Ja, ja. Mm. En de sambal is ook goed. Ja. Het sambal maakt het af, hè. Dus, als ik nu naar buiten kijk, mijn god, moet je kijken naar buiten. Wat een weer, hè. Ik ben blij dat we dus... Dat was echt een no-go geweest, echt waar. Nu echt de conclusie. Nou, zal ik nog een keer hier komen om te eten? Ja, ik zal hier nog een keer. Ik vind het wel te doen. Ja. Zeker. Het is zeker. En het is lekker. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja. Oké. Don't forget, like en subscribe. Until next time. Bye bye. Jij nog wat zeggen, Gilbert? Met je boy, Boyke. Oké dan.